Fijn dat u er allemaal bent, dames en heren. Deze mooie, bijzondere avond, stand-up politics. Mijn naam is Tom Slichting, zoals komt Klaas Dijkhoff erbij. Het is mij de eer om even vanavond te openen. En het is nog niet helemaal bevestigd, maar het is echt een bijzondere avond. Want ik heb net in de wandelgangen gehoord dat we vanavond allemaal een flesje vodka mee naar huis krijgen. Is dat mooi of niet? Goed, bent u klaar voor een mooie, scherpe politieke avond? Nou, er zit enorm veel warmte in de zaal, merk ik. Komt u net allemaal van uw werk. Waar komt u vandaan, meneer? Zaanstad. Oké, en u bent VVD'er? Ja. Maar u zit in de politiek? Ja. Oh ja, ik zie een beetje een rode stropdas, jasje. Ja, nee, maar het is geen vooroordeel, maar het is wel wat het bevestigt, zeg maar. Daarna krijgen we nog een soortje wrap-up en daarna krijgen we nog een monoloog. En daarna worden we met z'n allen dronken en dan gaan we bowlen. Wat vinden we daarvan? Toch? Klinkt dus een mooie avond, toch of niet? Ja, lijkt mij ook. En dan gaan we nu door, dames en heren, met het tweede gedeelte van deze mooie avond. En ik zag ze net al staan, de vaasje. Ik dacht dat er maar één vaasje was van de VVD. Maar er staan er heel veel, zie ik. Dit is een vaasje, denk ik, voor als je bij de Lidl werkt. En die als je een rozenkwekerij hebt, waarschijnlijk. Nog niet. Maar er mogen er een paar stuk, zie ik. Want we hebben er genoeg. Nee. Nee? Allemaal heel houden. Moet allemaal heel houden. Dat was het idee. Weet je wat ze kosten? Dat is waar, ja. Ze moeten op de hele tour mee, of niet? Ik heb net wat vragen gekregen van de notaris in een open envelop. En het mooie is, er zijn er een aantal al behandeld. Maar ik noem ze toch wel, misschien heb je dan toch nog een dingetje erbij. Laat ik met nummer 1 beginnen. Die is, zal ik ook zeggen van wie de vraag is? Ja, dat is goed. Dus van meneer Arnoud Jol. Mag anoniem blijven, maar je mag ook zeggen, yo. Ja. Super enthousiast, hoor ik. Dus ik zou dat wel koesteren. En ik denk dat het nu verstandig is om er een belang in te nemen. Om onze belangen te waarborgen en te voorkomen dat de kapers op de kust mee aan de haal kunnen gaan of het kunnen verschalen in hun eigen voordeel. Ja, en anders blijf je ook aan de gang. Had je net zo goed een ziekenhuis kunnen redden, zeg maar. Maar vliegen naar Bali is natuurlijk altijd nog belangrijker dan zorg. Nee, maar ja, met peren, je kunt wel peren kopen, maar als je een appeltaart nodig hebt, schiet het niet zo op. Goed, we houden het even bij de vragen. Helemaal goed. Dan heb ik één vraag binnen en daar staat uw naam bij, meneer Kees. Mag zou ik u op het podium mogen roepen? Zetten we deze even weg? Ja, houden het dynamisch. Dat is voor de echt moeilijke vragen. Ja, de lastige Kees, vragen. Ja. Dit waren de inkoppers een beetje voor Klaas. Ben je klaar voor? Ja hoor. Hebben we goed. Die hebben ontzettend veel overlast. En, van die Forbo? Nee, van die weg. Of van die auto's, van die auto's die daar allemaal door dat stadsdeel heen gaan. Dus, nee, maar er wordt hard aan gewerkt en er is echt zicht op financiering. En er is echt een broodnodige verbinding in onze provincie. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ik heb tenminste 8 jaar geleden er ook een keer aan geërgerd. Ik ga allemaal van uw tijd af. Ja, dat is... Kijk, of u gebruikt het om te focussen wat het moet zijn of niet. Dat doe ik ook altijd als ik het niet meer weet. Nee, kijk, ik heb de afgelopen weken een aantal debatten mogen voeren. Ah, kom je wel eens in dakloze krant, Kees? Ja, wat over dat doet, maar goed, dat vind jij natuurlijk, ja, dat is zo goed dat mensen dat zien dat je dat doet ook zo, toch? Of niet? Dat je dat, ja, dat is echt, is wel cool, dan koop je een dakloze krant en rijd je daarna weg in je cabrio. Maar lees je hem ook, of niet? Nee, dat is wel heel fijn dat je het zegt. Nou, nee, maar dat guilty pleasure, dat is echt waar, 9 van de 10 dakloze kranten worden niet gelezen, dames en heren. En ik heb het laatst wel gedaan, ik zeg, doe het een keer. Ik heb laatst een gedicht gelezen. En ik hoor vanavond ook, hè, er is wat trubbel en het gaat soms niet helemaal goed. Maar er zijn gedichten die je gewoon weer kracht geven. En ik lees een gedicht op de achterkant van de dakloze krant. Daar komt-ie. Waar een Willis is een weg, is hij opgebroken, dan heb je pech. Dat kan mij dag niet meer stuk worden, echt waar. Je kan ook iemand anders een nummer invoeren. Maar dat is een hoop lol voor mij, nog of niet? Ja. En dan doe je hekje 7, is gewoon 7 dagen in de week ook, hè? Het leven is zo mooi, dames en heren, maar je moet het er zelf van maken. Dat is helemaal goed. Dus, ik mag nu graag meneer Klaas Dijkhoff weer op het podium roepen. En dan wil ik, mag toch deze meneer nog even een vraag stellen, want die sprong geloof ik een meter de lucht in net. Dus het moet heel belangrijk zijn. We zitten hier 4 meter onder de zeespiegel. Ik zat net te denken nog, mocht het doorbreken, dan zitten we wel in een heel mooi ondergronds aquarium hier, zo toch? Niet? Oh, dat zou fantastisch zijn, dames en heren. No taxation without representation. Dat hebben we nog steeds. Ik denk, als ik u echt de tijd geef, dan krijgen we straks nog een PowerPoint-presentatie hier. Maar
2025 CO2-neutraal zijn. Nou, om maar iets te noemen. Maar water is toch CO2-neutraal? Nee, ja, maar met water moet je af en toe pompen. Dan heb je energie nodig. Ja? Daar heb je doeners voor nodig. En dat zijn wij van de VVD. Dank jullie wel. Dankjewel, Klaas Dijkhoff. Helder verhaal lijkt me. En natuurlijk, u, ongelooflijk dank dat u vanavond hierheen bent gekomen. De avond is natuurlijk nog niet over. In het draaiboek staat dat we nu overgaan naar een biertje. Nou, één meneer die dat fantastisch vindt. Wil je echt een bitterbal? Ik zag net bij bowlingbaan 6, er zijn net twee schaaltjes neergezet. Dus, nou, ga niet allemaal tegelijkertijd, maar loop er gewoon even heen. Blijf nog eventjes hangen, praat met elkaar. Het gaat over politiek, stemwaterschap. Hou elkaar in de gaten, hou elkaar scherp. En ik ga zeker niet vertellen wat u gaat stemmen. Het enige wat ik ga doen, is wel, ik volg mijn hart, kennis en wijsheid en niet emotie. Ik dank u wel, fijne avond, dank u wel techniek. Tot ziens.